dan zijn we alweer bij onze laatste kandidaat aangekomen. En dat is Emma van OBS de Harlekijn. Gigantisch van. Ik wil jouw microfoon instellen. Waar ga jij voorlezen? Ik ga het voorlezen. En waar gaat het boek over? Het boek gaat over Rosje. Ze is 10 jaar oud en ze leert al 5 jaar violas van je vakantie af. Maar vader, door het maken van zakelijk rasgeluiden is ze eigenlijk nog nooit gekomen. Totdat ze een oude viool krijgt van een mysterieuze man. Oké, waar gaat het stukje over jij wat vertellen? Het gaat zeg maar over, ze gaat dus aan haar ouders laten zien hoe ze kan spelen met haar ouders. Oké, nou, veel succes! Het hele verhaal wordt Rosjes ouders duidelijk als je krabbenbok de volgende avond voor de deur staat. Ze vertelt alles over Rosjes vooruitgang en over de ontmoeting met Diego, over de nieuwe oude viool. En over het plan om Lotje 2 keer per week les te geven. De ene keer bij Diego en de andere keer bij juf Krabbenbok. Als juf Krabbenbok weer vertrekt op haar BMW-motor, wil Lotje haar ouders nog iets laten zien. Ze neemt haar mee naar het mini-concertgebouw. Haar ouders nemen plaats op de eerste rij en vader Drank heeft zijn videocamera al in de aanslag. Hij doet het licht uit en zet het applausbandje aan. Dan laat hij het spotlicht aanvliepen. En daar staat Lotje met haar nieuwe viool. Ze buigt netjes naar het publiek. Ze gaat er goed voor staan en begint te spelen. Het adagio uit het vioolconcert nummer 1 van Max Broeg. Het klinkt prachtig. Het klinkt hemels. De tranen lopen bij moeder Lena al snel over haar wangen. Mijn Lotje, denkt ze, wat kan ze prachtig spelen. Het lijkt bij een dans. De noten dansen tot in de nop van het schuurtje. Lotje speelt en speelt. Dirigeer stijl. Ogen dicht en lang, wijd en open strijken. Vader Bram volgt met zijn camera elke beweging die Lotje maakt. Maar ineens is ze uit beeld. Vader Bram begint ijverig aan de camera te draaien. Dan begint Lena driftig in zijn zij te porren. Harder en harder. Vader Bram kent geïnteresseerd door de lens. Hij kon Lotje echt niet meer winnen op het podium. Kijk dan! Bij Lena aan toe. Vader Bram laat de videocamera zakken en is met stomheid geslagen. Daar zweeft zijn Lotje naar boven het podium in de lucht, terwijl ze gewoon doorspeelt. Lena blijft Bram in zijn zij porren. Ik zie het, zegt vader Bram. Ik zie het! Met open mond van verbazing en tranen van het hoofd blijven Lotjes ouders ademloos naar hun dochter kijken en luisteren. Als Lotje bijna aan het einde van de muziekstuk is, stijgt ze hoger, tot bijna in de nok van het schuurtje. Dat is niet echt hoog, maar toch! Vader Bram staat op en loopt voor de zekerheid naar het podium. Hij wil niet dat zijn dochter naar beneden valt. Wanneer Lotje haar ogen opent, ziet ze dat ze hoger dan normaal zweeft. Ze gaat door met strijken en belandt op een dwarse balk net onder het dak. Daar stopt ze met spelen. Ze blijft netjes op de balk zitten en kijkt omlaag naar haar ouders. Dit is al een paar keer gebeurd. Volgens mij komt het door de viool. Het is een wonderviool, legt ze uit. Moeder Lena bestookt haar met vragen. Is het eng? Heeft ze geen hoogtevrees? Kan het kwaad voor haar gezondheid? Zullen vogels naar haar gaan pikken? Moet ze misschien schildpadden bellen? Lotje moet lachen. Nee, het is niet eng. En ze heeft geen hoogtevrees. En op de andere vragen kan ze geen antwoord geven. Vader Bram begint onmiddellijk plannen te maken. Niet alleen kan zijn dochter prachtig spelen, ze kan daarbij ook nog eens zweven. Hoeveel violisten kunnen dat? Juist, niet één. Nadat vader Bram zijn dochter naar beneden heeft geholpen, heeft moeder Lena wat trek in een drankje. Ze gaan in de keuken aan tafel zitten en bespreken nog één keer alles wat er is gebeurd. Het is al diep in de nacht, wanneer iedereen is bekomen van de uitvoering. Dan is het bedtijd. Lotje ligt in bed aan alle stukken te denken die ze nu eindelijk zou kunnen spelen. Moeder Lena ziet 4 uur worden op de klok naast haar bed. Ze heeft een bijzonder kind. En ze is trots, trots, trots en trots.